Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. En dit keer dus vanuit Nederland. Het koude Nederland kun je wel stellen. Zeker als je komt vanuit Spanje. Zoals de selectie van trainer Rogier Meijer. Afgelopen zondag zijn ze teruggekomen. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. Nee, onze koffers, de meeste koffers van ons zijn nog in Spanje. Er was een staking van het grondpersoneel. Volgens mij het personeel wat de distributie van de koffers verzorgt. Dus dat betekent dat ze daar nog staan en het is allemaal, zijn geen zeg maar hele waardevolle spullen, tenminste als ik praat voor een hoop jongens. Het zijn voetbalschoenen, toiletartikelen die achtergebleven zijn in de koffer, dus ja, die verwachten we ergens nog een keer terug. Ja, maar staan er nou zondag een aantal zonder schoenen op het veld of? Nee, ik heb nog niemand gezien deze week die op badslippers heeft getraind, dus iedereen heeft wel een extra paar schoenen of is in staat om schoenen te halen of te krijgen. Ja, Jasper, weer terug in het koude Nederland en naar Spanje. Ja, dat is wel een aardig verschil inderdaad. Goed, je was er zelf ook. 20 graden met zonnetje, toch wel prettiger dan de afgelopen dagen min 4. Nu is het gelukkig wel boven nul, maar nog niet heel veel. Het houdt niet over. Nee, kun je dan makkelijk wel schakelen daarna? Ja, je moet wel. Zo simpel is het. Je trekt wat extra laagjes aan en je gaat. Maar ik moet zeggen, de afgelopen dagen was het wel koud. Alleen je kan je goed kleden, je bent lekker buiten met je lichaam aan het werk. En dat is niet zo'n big deal voor mij. En dan was het voor keeper Jasper Cillis privé gezien een zwaar en moeilijk jaar 2023. Dus hij is blij dat dat afgesloten is. Ja, was niet mijn lekkerste jaar. Dus ik ben blij dat 2024 begint. Laten we hopen dat we goed beginnen. Wat je zelf ook zegt, ja, er komen lastige wedstrijden aan. Een moeilijke periode, maar ook een hele mooie periode. Ja, blij dat 2023 erop zit. Maar als je gaat kijken naar die laatste maand, dat was wel heel fijn hè, voor jullie. Ja, we hebben een stijgende lijn te pakken. We begonnen natuurlijk weer minder, maar daarna hebben we ons plan doorgezet. En ja, het resulteerde tot een goed gedeelte. En laten we hopen dat we er na de winter door kunnen zetten. Kijken we ook nog een klein beetje verder vooruit, want er komt weer een EK aan. Ben jij daar nog mee bezig? Nee, ik ben vooral bezig met mijn eigen niveau te halen en dan is het een andere hoe of wat. Ja, dus het is niet zo dat je dat als doelstelling nu van daar wil ik nog per se mee. Je kijkt echt gewoon naar hier. Ja, ik kijk naar hier. Maar als jij dat niveau haalt, vind je eigenlijk dat je er dan bij hoort? Ligt aan de anderen. Goed, als de andere drie het fantastisch doen, dan ben ik supporter. Dus ja, dat is aan hun. Dus ik ga vooral mijn best doen om mijn eigen niveau weer te halen. En dan hoop ik dat zij dat, en dan bedoel ik de KNVB, dat goed genoeg vinden. Ja, en ook de eerste versterking kwam gisteren naar buiten. Sanchez, de nieuwe buitenspeler. We hadden het al over die buitenspeler, wie zou komen. Wat is dat nou voor een type speler? Ja, Ivandro is een buitenspeler die ook als aanvallend middenveld zou kunnen spelen. Aan beide kanten als buitenspeler. Iemand die, een jongen die van Gladbach komt, daar al een aantal keer in het eerste heeft gespeeld. Veel in het A-elftal van Luxemburg gespeeld, interlands. Wat ik al zei, een buitenspeler met een dribbel, met een actie, met diepte. Ja, iemand die goed afstanden kan overbruggen. Nou, en hij heeft vandaag voor het eerst meegetraind en dat zag gewoon prima uit. Ja, is hij fit? Ja, hij is fit. Hij heeft afgelopen woensdag test ondergaan. Hij heeft getraind bij Gladbach sinds de winterpauze. Hij heeft gespeeld tegen Go Ahead. Dus hij is gewoon fit, mocht daar nog twijfel over zijn. Ja, en NEC mag gelijk aan de bakken. Dus een zware maand met veel wedstrijden en zware wedstrijden ook. We beginnen aanstaande zondag uit bij Feyenoord in de Kuip. Ja, klopt. Ja, goed, ze staan er goed voor. Een goede ploeg. Dus het wordt geen makkelijke wedstrijd. Maar goed, dat is nog nooit geweest. Er gebeurt altijd wat in de Kuip. Ja, dat zijn altijd mooie wedstrijden. Je speelt in een van de mooiste stadions van Nederland tegen een uitstekende ploeg. Een ploeg die nog steeds heel erg goed doet. Alleen de pech heeft dat PSV nog beter doet. Ja, dan moet je als team van hele goede huizen komen om daar een resultaat te halen. En, nou, wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat we daar goed tegen kunnen voetballen. Nou, dat is ook voor ons zondag de opdracht. Ja, dan gebeuren er vaak gekke dingen. En nou zou het mooi zijn als we dan een keer aan de goede kant van de score konden zitten. Ja, nou heb je een prima laatste weken gehad, natuurlijk in december. Speelde je met een vast elftal, maar daar moet je nu in puzzelen. Ja, maar dat valt op zich wel mee. We missen één of twee middenvelders en voor de rest hebben we niet zo heel veel problemen. En de jongens die, zoals jullie ook gezien hebben in trainingskampen, op die positie spelen. Kodai, Robert, die heeft daar niet gespeeld, maar die is natuurlijk al wat langer bij ons. Tegen GVV gespeeld. Jori Baas, dat zijn allemaal jongens die het prima in kunnen vullen. Dus daar heb ik niet zoveel twijfels over. Nee, dus je hoeft niet echt te wisselen qua speelstijl?
Dat hoeft niet, maar ja, dat zou wel een optie kunnen zijn, omdat je ook bij Feyenoord speelt. Dus dat zijn een aantal dingen die we met elkaar bespreken en trainen. Maar ja, ik zie gewoon de laatste weken en ook in trainingskamp dat steeds beter duidelijk is wat we willen en wat we goed kunnen. En dat willen we ook tegen Feyenoord. Ja, en dat Feyenoord goed is, dat weten we. Alleen ja, wij gaan dat wel proberen. En dit was hem dan weer, de NEC-update van vandaag. Zondag speelt NEC dus de eerste competitiewedstrijd van 2024 uit bij Feyenoord. Kun je er niet bij zijn. RN7 is er wel bij op de radio. Je hoeft er niks van te missen. Je kunt inschakelen voor 2x3 kwartier live. En wij zijn heel snel weer bij je terug. Want woensdag wordt er alweer gespeeld in de beker hier achter mij tegen Go Ahead. Graag tot de volgende update.